Misschien moet ik gelijk opmerken, ik doe het verhaal in mijn eentje. Oh, je doet het verhaal in je eentje? Oké. Okay. Dat is geen onwil vanuit Stijn. Mea culpa, we zaten heel krap. Het verhaal wordt onderschreven door Stijn, dus we hebben er samen over gepraat. Het is enigszins Nederlands getint. Oké. Okay. Maar we kunnen de doorvertaling maken naar projecten in België. Het Sigma-plan is al genoemd. Maar dan wil ik wel even dat je even opstaat, want dan weet je, dan weet Stefan zich ook gesteund. Dank je wel. Ja. Ik voel me van harte gesteund inderdaad, Stijn, door je inbreng. Dank je wel. Ik zag in het programma voor vandaag dat de titel van mijn verhaal, die stond in het boekje voordat ik me er bewust van, die heette Hoe betrekken we de wetenschap? Dat klinkt toch een beetje als we betrekken de wetenschap. En ik ben dan de wetenschap samen met Stijn. Maar we worden wel uitgenodigd om hier het verhaal te houden namens we. Dat vond ik wel een interessante constellatie. Ik moet zeggen, het doet ook niet helemaal recht aan de realiteit. Maar Ludolf, je hebt ons actief betrokken het afgelopen jaar al bij allerlei gesprekken die hierover gevoerd zijn. Dus ik ben blij dat we hier namens de wetenschap ons licht mogen laten schijnen. Heb je de pointer toevallig nog liggen? Ik heb een wat breder verhaal, want de inhoudelijke verhalen die komen vanmiddag aan de orde in de verschillende workshops. En ik heb me voor dit verhaal laten inspireren door een thematisch advies dat onlangs is uitgebracht door het ENW, het expertise netwerk waterveiligheid in Nederland. Daar hebben we ook actief aan bijgedragen. Ik ben zelf ook voorzitter van ENW Kust. En dit is voorgekomen uit twee ENW werkgroepen, Kust en Techniek. En dat advies dat heet Beter leren keren door veldmetingen en monitoring. En dat is vorig jaar uitgekomen. Dat is ook heel goed omarmd door STOA. Het resoneert goed, zeg maar, binnen het Nederlandse veld van waterkeerders. Het is opgesteld door deze mensen. Dus je ziet een hele diverse groep qua achtergrond. Zowel vanuit geotechniek als vanuit de morfologie. En de reden hiervoor, het begon eigenlijk bij dat laatste punt. We vonden dat monitoring, dat een impuls verdient op het gebied van hoogwaterveiligheid. Monitoring was eigenlijk een klein beetje in de versukkeling geraakt. We hadden een langjarig meetprogramma bij Petten bijvoorbeeld, waar langjarig golven gemeten zijn. Dat is op enig moment gestopt, zo waren een aantal meer meetprogramma's die niet meer liepen. En daar was actie op nodig. En dan denken we aan gerichte langjarige metingen. We moeten niet gaan meten om het meten. Je moet een meetdoel hebben. En ook heel nadrukkelijk over de grenzen van projecten heen gaan meten. Daar kom ik zo direct op terug wat dat zou kunnen betekenen. En dat leidt dan, want uiteindelijk weten we vanuit eerdere monitoringprogramma's, monitoring leidt tot inzicht in systeemgedrag. Een beroemd voorbeeld, onze Jarkes dataset voor de Nederlandse kust. 60 jaar lang kustmetingen geven uniek inzicht in hoe die kust zich gedraagt en hoe je het beste kunt onderhouden. En dat soort data en kennis is ook heel welkom als het gaat om het valideren van modellen, waardoor je uiteindelijk goedkoper en efficiënter kunt ontwerpen, omdat je kunt voorkomen dat je allerlei onzekerheden op elkaar gaat stapelen. Dus eigenlijk, vertrekpunt, het belang van meten en monitoring is bijna onbetwist, maar het was toch een klein beetje naar de achtergrond verdwenen. Nou, daar is een advies over geschreven, dat is ook beschikbaar via de website van ENW. En het doel, en dan spring ik helemaal door aan het einde. Uiteindelijke conclusie of het advies van ENW is, zorg ervoor dat meten en monitoring wederom structureel een plek krijgt in de keten van waterveiligheid. En denk daarbij projectoverstijgend en waar mogelijk ook internationaal. Probeer niet alles zelf te doen, maar probeer te leren van de ontwikkelingen in andere landen. Nou, hoe interessant dat we hier in een Nederlands-Belgisch gezelschap zitten. Het advies zelf is natuurlijk concreter dan dat. We hebben ook gezegd van, op wat voor soort van projecten zou je nou die monitoring kunnen gaan uitvoeren? Waar moeten we aan denken? Nou, hier zien we de, zeg maar, leren van veldmetingen en monitoring. Het zijn behoeven van hoogwaterveiligheid, hè? En er zijn eigenlijk vier grote pijlers waar je dit in de praktijk zou kunnen gaan brengen. De eerste is langlopende meetsites. Dat lijkt een beetje op wat er vroeger bij Petten gebeurde. Misschien moet je nu een andere selecteren. Maar daar is het belang van doorgaande metingen, staat daar heel centraal. We kunnen leren van pilots en grootschalige veldproeven. Dat is waar het hier vanmiddag over gaat. Je kunt denken aan projectoverstijgende monitoring. Dus als je gaat meten op een project, heb ik zo direct ook een voorbeeld van. Doe dat dan op een manier dat een ander project daar ook wat aan heeft. En tenslotte, extreme gebeurtenissen. Op het moment dat je weet dat er een storm onderweg is, zorg dan dat je gesteld staat en doe die metingen tijdens die storm. Want daar ontbreekt het heel vaak aan in de huidige realiteit. En als je dit soort organisaties gaat opzetten, dan moet je ook nadenken over de vraag, hoe organiseer ik dat? Waar komen de data terecht? Hoe deel ik de data? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen toegang heeft tot die data? Kortom, er zit ook een hele operationele component hier aan vast. En daar is uiteraard ook de financiering aan gekoppeld.
Dit is het laatste plaatje van het advies en dan zal ik doorstappen naar wat dat hier voor vanmiddag zou kunnen betekenen. Er zijn ook concreet al een aantal lopende projecten en lopende initiatieven in Nederland benoemd, waar we dit in de praktijk zouden kunnen gaan brengen. Er zijn er twee die ik als voorbeeld zo zal bespreken. Dat zijn de Zandmotor en de Houtripdijk. En de laatste natuurlijk, daar eindigen we mee. Dat is het initiatief waarvoor we hier vanmiddag bij elkaar zijn. De Prosperpolder, heb ik geleerd. Te beginnen bij de Zandmotor. Een project waar velen van jullie mee bekend zullen zijn. Een grootschalige megasuppletie op de kust. Ten behoeve van veiligheid en tevens bedoeld om natuur en recreatie te stimuleren. De Zandmotor is ongeveer 20 miljoen kubieke meter. Hij is aangelegd in 2011. En toen ook al met het doel om kennis te ontwikkelen voor het beheer en het onderhoud van kusten. Dit was eigenlijk een soort van volgende stap in ons kustbeheer. We begonnen met kleinschalige suppleties op de kust. En de volgende stap waren de voorroepsuppleties. En dit werd dan de grootschalige megasuppletie. Dat betekent, als dat je doel is, dat je ook moet gaan meten. Dus er was al geld voorzien destijds in de ontwikkeling van een monitoringprogramma vanuit Rijkswaterstaat. Orde 2,5 miljoen euro. Heel waardevol, maar wel met als primaire focus het vaststellen van effecten. Meer was eigenlijk ook niet nodig voor het meer was eigenlijk ook niet mogelijk voor dat beschikbare budget. En toen ontstond het gesprek met de wetenschap en kwam eigenlijk al redelijk snel naar voren dat als je metingen wil gaan doen voor wetenschappelijke doeleinden, dat je eigenlijk één stapje verder moet gaan. Dan is het niet genoeg om effecten te kunnen vaststellen, maar dan moet je eigenlijk ook de achterliggende processen kunnen doorgronden. Nou, die handschoen is toen in gezamenlijkheid opgepakt door de wetenschap samen met de overheid. Dat heeft geleid tot een aanvullend meetprogramma betaald door de Europese Unie, 3 miljoen euro. En toen één keer die grootschalige dataset er lag, ter waarde van 5 miljoen euro of ingewonnen werd, toen was er eigenlijk ook een basis om een aanvraag te gaan doen voor een heel grootschalig onderzoeksprogramma bij STW. Dat was een perspectiefprogramma, dat zijn de grootste programma's die STW financiert. Die kennen een hele integrale scope, een hele integrale doelstelling. En die is toen ook gehonoreerd in 2012. Dus wat interessant is het treintje. Hè. Het begon vanuit een basismonitoring. Die werd geüpgrade naar een hoogwaardige wetenschappelijke monitoring. En toen lag er een basis om dit te kunnen realiseren. Een project met 12 promovendi, 3 postdocs en een wereld aan wetenschap. Op heel veel verschillende terreinen. Variëren van hydrologie naar duinonderzoek, morfologie, ecologie, zowel op de vooroever als in de duin. Kortom, een hartstikke integrale aanpak. Precies waarvoor de Zandmotor ook bedoeld was. Dus wat zijn de ingrediënten die ik vanuit dit project mee zou willen nemen naar het initiatief waar we vanmiddag over praten? Hoogwaardig monitoring kan als basis dienen voor succesvol wetenschappelijk vervolgonderzoek. En die monitoring moet dermate sterk zijn dat je die onderliggende processen kunt doorgronden. In dat geval helpt het door meetinspanningen te focussen. Het heeft wat mij betreft geen zin om een plukje metingen in Noord-Holland en een plukje in Zuid-Holland en nog een plukje in Groningen te doen. Je kunt beter die dingen bij elkaar brengen, zorgen dat je op die specifieke site ook daadwerkelijk beschikt over alle gegevens die je nodig hebt, tegelijkertijd. En dat maakt het dan mogelijk om integraal onderzoek te gaan uitvoeren over een veelheid van verschillende disciplines. In dit geval heeft de samenwerking met de Gouden Driehoek heeft ons ook heel erg geholpen. Want op een aantal verschillende terreinen, op de eerste plaats helpen korte lijntjes vanuit de wetenschap met de aannemers, met de overheid, met de adviesbureaus, met de kennisinstituten, help je om met een goede onderzoeksagenda te komen. En ja, mijn stelling is, als je toegepast onderzoek wil doen, dan moet je aan de voorkant nadenken over wat je agenda is. Want het heeft geen zin om 3 jaar lang onderzoek te doen en uiteindelijk nog eens besluiten van wat heeft de eindgebruiker eraan. Dus dit moet vanaf de voorkant moet dit geborgd zijn, precies in de samenstelling zoals we hier zitten, wat mij betreft. Dat geeft, het moment dat je dat netjes doet, dan verkrijg je ook steun voor je initiatief. Dat is belangrijk voor wetenschappers. Daarmee kunnen we de sense of urgency uitleggen aan financierende partijen zoals STW. Die vragen daarom, hoe belangrijk is het onderzoek wat je gaat doen? En uiteindelijk helpt het ook bij de doorvertaling van die onderzoeksresultaten naar de praktijk van de eindgebruiker. Dat is wat STW utilisatie noemt. Dat is een belangrijk onderdeel voor ons. En ja, die laatste klinkt heel triviaal, begintijdig. Was kantje boord bij de Zandmotor. We wisten allemaal dat het ging gebeuren en toch was het kantje boord. Het is gelukt. Maar monitoring heeft nog wel eens de neiging om als een soort van sluitpost achter het project aan te hobbelen. En ja, wil je de kennis daadwerkelijk ontwikkelen over de band van projecten, dan moet je het vanaf het begin integraal meenemen in je project. Nou, een tweede voorbeeld. De Houtripdijk is een paar maanden geleden begonnen in uitvoering.
Wat mij betreft is dit de eerste echte, corrigeer me als iemand anders een ander beter voorbeeld heeft, is dit de eerste echte grootschalige toepassing van Building with Nature op een echt project in Nederland. We hebben natuurlijk een aantal pilots gehad, hè? Maar hier is voor de helft van Houtreepdijk, het hele stuk vanaf hier, is gekozen voor een zachte oplossing in plaats van een traditionele harde versterking. Het biedt een fantastische kans om... Om te leren. En dit project valt, wat mij betreft, in die tweede categorie, leren over de grenzen van projecten heen. Want op het moment dat je zo'n groot project uitvoert, daar zit vaak al een enorme monitoringopgave aan vast om allerlei effecten vast te stellen. Daar gebeurt al van alles om te kijken of het project daadwerkelijk aan de doelstelling voldoet. Nou, als we dat op een slimme manier weten in te richten, zodanig dat er een basis ligt om kennis te ontwikkelen over de grenzen van dit project heen richting het volgende project, dan snijdt het mes volgens mij aan twee kanten. En dat is eigenlijk ook wat hier in dit specifieke geval gebeurt. Misschien een kleine toelichting geven. Het is een dijkversterkingsproject, maar voor dit gedeelte is dus, als ik zeg, gekozen voor een zachte oplossing. Dat is eigenlijk de ontwikkeling van voorlanden, het opspuiten van voorlanden, zeg maar voor de dijk, waardoor golven die tijdens een storm op die dijk afrollen, breken op het voorland en niet de dijk bereiken, waardoor de feitelijke versterking van de dijk niet meer nodig is. Zitten allerlei kennisvragen hieromheen, hè, van hoe gedraagt dat voorland zich over de langere termijn, en gaan er variaties in de kust langs optreden, en is het nog afhankelijk voor verschillende oriëntaties van de dijk. Enfin, er zit daar een projectleider op, Henk Muldijk, die is geïnteresseerd in dit soort vragen. Die wil ook graag leren van dit project voor het volgende project. En zo zijn we met Henk in gesprek geraakt. En hebben een samenwerking opgetuigd waarbij we vanuit de TU Delft betrokken zijn met een promovendus. En nog wat ondersteuning. En samen met het projectteam proberen vorm te geven aan de monitoring. En dit is het eerste plaatje. Het is nog niet officieel, maar dit is vorige week besproken. Om te kijken van hoe zouden we nou die monitoring vorm kunnen geven rond die Houtreepdijk. Om de kennisvraag te kunnen beantwoorden die hier leven. En dan kijken we ook heel nadrukkelijk niet alleen naar de Houtreepdijk, maar bijvoorbeeld ook de Markerwarren kunnen we meepakken. Want daar liggen nog weer andere stranden met een andere oriëntatie. Nou, wat leren we hiervan? Ik denk zelf dat in heel veel gevallen een uitvoeringsproject een uitstekende basis kan bieden voor generiek projectoverstijgend onderzoek. Alleen als je dat wilt doen, dan moet je dat wel heel expliciet met elkaar afspreken, want het stelt namelijk eisen aan de inrichting van het monitoringprogramma. Dat betekent dat je niet alleen maar aan het meten bent om effecten van dat specifieke project vast te stellen, maar je gaat ook metingen doen om zeg maar de processen te doorgronden op basis waarvan je de kennis kunt genereren die je nodig hebt voor het ontwerp van het volgende project. Anders gezegd, je zou moeten denken vanuit de kansen voor het volgende project. Nou, ik wil hier niet naïef overkomen, want ik snap natuurlijk dat een project met eigen doelstelling komt. Dus tegelijkertijd moet je ook nog eens een keer die projectdoelen realiseren natuurlijk. En dat kan een behoorlijke spagaat zijn. Daar ben ik me volledig van bewust. Maar toch zou ik een lans voor willen breken om te proberen om vanuit dit gedachtenstreepje ook die volgende stap te zetten voor projecten die zich daarvoor lenen. Nou, dat vergt leiderschap. Want eerlijk is eerlijk, een belangrijk criterium waarop mensen af worden gerekend binnen projectorganisaties is op tijd en binnen budget. En nu komt er opeens een eis bij, namelijk leren voor het volgende project. Dat is niet altijd even gemakkelijk. En ook voor de rol van de wetenschap. Dit vergt een rol die ons niet... Dat is niet onze traditionele rol, waar we misschien in het verleden nog wel eens geneigd waren om tegen onderzoek aan te kijken vanuit een soort van vervolg op lopend werk. Dan moeten we hier echt een stap maken naar het projectteam. Kijken van wat zijn de vragen die leven vanuit de praktijk. En wat is vervolgens de onderzoeksagenda die daarbij hoort. Vergt een iets andere houding. Maar het kan. Nou, dit is de laatste en dan maken we het sprongetje naar het thema van vandaag. Dit is natuurlijk niet de Prosperpolder, maar wel een grote dijkdoorbraakproef. Op welke manier zouden we daar nou als wetenschap bij deze proef bij betrokken kunnen zijn? Nou, wat ik al zei, de inhoudelijke invulling die komt aan de orde vanmiddag in de workshops. Maar dat is denk ik een aantal generieke thema's die we op basis van de lessen uit voorgaande projecten mee zouden kunnen nemen in die discussies. Allereerst de constatering, dat is denk ik een hele belangrijke, hier liggen talloze wetenschappelijke kansen. Als die er niet zijn, is misschien de motivatie om de wetenschap erbij te betrekken ook wat minder groot. Daar begint het mee. Vervolgens denk ik dat het belangrijk is om die onderzoeksagenda, om die te scopen vanuit de vragen van toekomstige projecten. Het is, jazeker, er moet ruimte zijn voor creativiteit van beneden af. Dat is hartstikke goed. Maar uiteindelijk
is er ook behoefte aan focus en massa en dat er keuzes gemaakt worden. En wat mij betreft doen we dat vanuit de thematiek van de projecten die op ons afkomen. Dat lijkt me de meest objectieve manier. En dat geldt bijvoorbeeld ook, diezelfde redenering gaat ook op voor de manier waarop je je netwerk aanstuurt, de manier waarop je proces aanstuurt. Het is goed om het allemaal zo groot mogelijk te maken, maar op enig moment moet ik zeggen van, en die kant gaan we op. Dat is eigenlijk het pleidooi van dit gedachtenstreepje. Nou, ik heb al gezegd dat soms reikt de basis projectmonitoring, geeft een fantastische basis, hebben we nodig, maar is niet altijd toereikend voor wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat ik het woordje hoogwaardig heb toegevoegd. We hebben inzicht nodig. De monitoring moet voldoende accuraat zijn om inzicht in die onderliggende processen te kunnen krijgen. En het kan een extra investering met zich meebrengen. Over extra gesproken, in dit geval, de internationale dimensie is natuurlijk fantastisch. Het voegt geweldig veel exposure toe. Je kunt leren van elkaar. Het voegt ook uitdagingen toe, want enkele van die financieringsbronnen zijn heel lokaal gericht, zoals de wetenschappelijke financiering. Dus daar moet je iets voor bedenken. Maar netto, fantastisch dat die internationale dimensie hier is. En als laatste zou ik willen zeggen, werk samen vanuit een gedeeld belang. Dus spring over je eigen schaduw heen. Dat geldt zowel voor de mensen vanuit de projectorganisaties, die misschien achter dingen aan sjouwen waar ze van oudsher niet op afgerekend worden. Maar dat geldt zeker ook voor de wetenschappers. Die moeten durven denken en in de definitie van hun onderzoek moeten durven redeneren vanuit de doelen van de eindgebruiker die uiteindelijk met deze kennis voort moet op het volgende project. Daar wil ik het laten. Dankjewel, Stefan. Zijn er vragen vanuit de zaal voor Stefan? Ja, ogenblik, dan geef ik je de microfoon. Want dan wordt hij ook opgenomen. Stefan, dankjewel. Het is niet zozeer een vraag, maar misschien nog meer zelfs een aanvulling. Ik zit een beetje in dubbel functie. Ik zit zowel in de wetenschap in de week als ook in het bedrijfsleven. Ik werk veel samen met Stefan ook. Ook het belang van de monitoring is niet alleen voor ontwerp en toekomst, maar ook met name voor beheer en onderhoud. Er zijn steeds meer DBWM-contracten, waar we voor een goede planning ook van onderhoud en wanneer ga je nou ingrijpen, wanneer niet. Daarmee is ook heel veel kennis. En als we nu met nieuwe dijkversterkingen, nieuw type monitoring ook kunnen gaan toepassen in dijkversterkingen, maakt het ons leven ook in de monitoring en de onderhoud. Fantastisch. Ik vind het leuk dat je zegt. Misschien moet ik hier nog één voorbeeld toevoegen, ook vanuit mijn eigen verleden, bij een niet naar het noemen aannemer. Kan ik hier wel doen, denk ik. Ja. We waren aan het werk in het Midden-Oosten en er waren vertroebelingseisen. Die waren heel streng. En die waren puur, zeg maar als het gaat om beheer en onderhoud, in dit geval tijdens uitvoering, was puur gericht op het mitigeren van effecten. Dus er was een groot zandwindgebied ergens diep in op zee. En er lag een environmental boundary omheen en elke dag moesten we een rondje varen van 30 kilometer met een boot om vast te stellen dat de concentraties onder de 30 milligram per liter waren. Is 3 jaar lang gebeurd, met 1 schip, volle bemanning, heeft miljoenen euro's gekost. Wat ik maar zeggen wil, dat geld had veel beter besteed kunnen worden. Als je die monitoring instreekt vanuit de scope van niet alleen gericht op mitigatie, maar ook vanuit een kans van wat wil ik er nou van leren, ten behoeve van. En dat geldt denk ik ook voor metingen tijdens weer een onderhoud, waar jij het over hebt. Als we die insteken, niet alleen vanuit het perspectief van het vaststellen van de effecten die we in het hier en nu, maar ook voor toekomstige projecten, dan denk ik dat we, als het gaat om die samenwerking tussen wetenschap en zeg maar de lopende projecten, dat we heel veel winst kunnen boeken, zonder dat het gelijk enorm veel extra kosten met zich meebrengt. Interessante gedachte. Oké, Stefan, dank je wel.